Vanochtend ben ik op de Westvlaat bij Oostvoorne. En ik ben op zoek naar de sneeuwgozen en de strandleeuwerikken die hier op het strand zitten. En ze worden al een paar weken gezien. Het zijn leuke groepen. Tientallen sneeuwgozen, tientallen strandleeuwerikken. Nou, zoveel bij elkaar zie ik zelden. Dus ik ben heel benieuwd of ik ze ga vinden. En hier forageren die groepjes sneeuwgozen ook. Op het strand, langs de vloedlijn, op zoek naar zaadjes in het aanspoelsel. Ze scharrelen dan over het zand, door dat aanspoelsel. En zo lopen ze maar verder. Ze zijn al door in beweging, ze zitten eigenlijk zelden stil. Maar ja, heb je ze helemaal in beeld en blijf je heel stil zitten, dan kunnen ze zomaar tot op een paar meter van je vandaan komen. Want heel schuw zijn ze dan ook weer niet. De sneeuwgozen forageren vandaag op het strand. Ik zie ze daar een end verderop forageren. En kennelijk spoelt er ook op het strand voldoende voedsel aan voor die sneeuwgozen. Het zijn zaadeters, kun je zien aan de snavel. Ze hebben een stompe snavel, dus ze eten zaad. Maar ik heb ze nog niet op dat strand zien forageren. Wel hier langs de vloedlijn. Ja, en daar vind je allerlei planten die aanspoelen. En daarvan kan ik me goed voorstellen dat die vol zitten met zaad. Waar die sneeuwgozen op afkomen. Nou ga ik sneeuwgozen filmen, dan bereid ik me natuurlijk wel een beetje voor. Ik zoek naar plekjes waar ze worden gezien. Nou ja, in dit geval dus op het strand bij Oostvoorne op de Westplaat. Ik trek de juiste kleding aan. Kijk, een waterdichte regenjas. Ik kan echt in die plassen gaan liggen, dan blijf ik nog droog. Hetzelfde geldt voor mijn broek. Het ziet er niet uit, maakt niet uit. En schoon wordt het altijd wel weer. Ik neem natuurlijk een goede camera mee, 600 mm. Dus ik kan op afstand blijven en dan heb ik ze nog. Mooi in beeld. En altijd mijn rijstzak. Kijk, vanuit laag perspectief filmen, dat is natuurlijk het mooist. Je ziet prachtig van heel laag. En dan zie je ze daar rondscharrelen in de vegetatie en over het strand. Nou ja, dit is een beetje mijn standaard uitrusting wanneer ik sneeuwgozen, maar ook strandleeuwerikken ga filmen. Lekker ruige kleding die tegen een spatje water kunnen en zelfs tegen een plaswater. Goede lens, een goede camera. En mijn rijstzak. Nou ja, en zie je ze dan? Ja, dan is de dag natuurlijk helemaal goed. Ook al regent het de rest van de dag. Jij hebt je sneeuwgozen en je strandleeuwerikken. De dag kan niet meer stuk. Nou, die sneeuwgozen forageren nu over de vloedlijn. Allemaal in die vegetatie. Ze zijn nog een beetje op afstand. Maar ze komen zo meteen wel dichterbij. Nou, die sneeuwgozen zijn natuurlijk ontzettend grappige beestjes. Nou, kijk eens goed, want dat is ook het leuke van die sneeuwgozen. Ze zijn natuurlijk heel bont gekleurd. Je hebt er exemplaren tussen zitten die zijn zowat helemaal wit. En je hebt er exemplaren tussen zitten die zijn zowat helemaal bruin. En die variatie die maakt het natuurlijk ook heel mooi om ze te fotograferen of te filmen. Dus ga erop uit wanneer ze bij jou in de buurt zitten.